Eindelijk op antenne, hoop ik. De Facebook is weer veranderd en zorgde voor serieus wat problemen. Hartelijk dank Nathalie voor de tip. Bedankt Renate om ook te helpen. Ook andere mensen heel hartelijk bedankt om te willen helpen. Maar soms lukt het nog niet altijd. Die toestellen wil nog niet altijd luisteren naar wat we zelf eigenlijk willen. Hé. Dus heel hartelijk bedankt om te helpen. En alvast heel leuk dat je de moed had om nog een beetje te blijven. Want die toestel werkt niet altijd wanneer ze moeten werken. Dat is bij iedereen wel een beetje zo. Het beheeft op een moment dat juist niet mag beheven. Heel hartelijk welkom aan de twee mensen dat ik al aanwezig zie. Ik denk dat we niet veel mensen gaan terugvinden in de live. Omdat de mensen wel gaan opgegeven hebben, denk ik, intussen. Maar je kunt de live opnieuw bekijken. Ik vind het wel jammer. Ik ben er wel een beetje triest om voor alle werk dat je ervoor doet. Maar uiteindelijk, ik ben er toch. En wie deze gemist heeft, kan nog terugkijken. Voilà, dus in de kaartjes inspiratie is er een nieuwe live weer. Er gaan al mensen zijn die al vroeg gaan spieken zijn wat het is van thema. En deze keer is het kleur tinten. In de groep staat ook verschillende tinten van kleuren, van licht naar donker, wat je kan gebruiken. Want soms zou je denken, hoe maak ik nu een kaart met kleur tinten al één? Maar je gaat zien dat dat heel goed te doen is. Want in één kleur zijn er heel veel verschillende tinten al. Dus weet je niet echt hoe je dat eraan start? Kijk gerust een keer in de groep. Daar zie je al de kaartjes, de kleurtjes uitgewerkt. Renate heeft dat voor ons al op de groep gezet. Hartelijk dank daarvoor. We zijn deze maand gesponsord van Hobbyshop Veldmaat, waarvan we ook een woordje van dank geven. We gaan dus vlug van start met ons kaartje. We gaan weer een keer iets speciaals maken. Ik heb het gevonden op Pinterest, maar het een beetje eigen draai aan gegeven. Vandaar dat ik het leuk vind dat we nu een keer weer iets speciaals gaan maken. Ik zal het maar van de eerste keer tonen, want je hebt al meer dan een uur moeten wachten op de live. Dus ga ik u nu niet langer bezig houden, nee. Kijk, dat gaat het worden. Het is een windmolen dat we gaan maken. De windmolen op zich, moest je nu die windmolen mooi vinden, dan kun je die windmolen ook op een stokje steken. Nee, dan hang je het niet aan een kaartje, maar dan maak je hem gewoon los. En dan kan je de windmolen ook op een stokje steken. Bijvoorbeeld, het is een tuinfeestje of iets, en je werkt in een bepaald kleurthema, dan kan je gerust zo'n windmolentjes op een stokje in de potjes zetten. Of in de tuin, of op de tafel. Je kan er eigenlijk verschillende dingetjes mee doen, maar ik heb het in een kaartje verwerkt. Dus de windmolen gaat open, en dan heb ik er een gedichtje op gezet. Je moet zeilen op de wind van vandaag. De wind van gisteren helpt je niet vooruit. De wind van morgen blijft misschien wel uit. Je moet zeilen op de wind van vandaag. Is eigenlijk wel waar, hè? Maar aan wind hebben we niets tekort gehad, hè? En als je dan je kaartje open doet, dan kan je daar gerust nog een eigen boodschap inschrijven. Of nog iets met malletjes, dat kan ook. En als je dat geheel op een kaartje plakt, een dubbel kaartje nog, of op een doosje, als je een verpakking, een cadeautje wilt doen, in plaats van een verpakking te doen, plak je van bovenop je doosje deze molen, dat kan allemaal, hé. Vandaar dat ik verder buiten het molencreatie niet verder heb gewerkt, omdat je er nog alle kanten mee uit kan. Je kunt het gerust zo laten. Het is gemaakt met licht papier, maar tegen dat alles op elkaar ligt, is het eigenlijk al wel zwaar. Dus daarom heb ik die nog meer lagen gelegd, omdat je het even goed op een cadeautje kan plakken, dat geheel, of eigenlijk op een kaart. Hé. En op een kaart, dat kan iedereen, hé. Een creatie op een kaartje plakken. Voilà, dus dat gaan we maken. Dus we hebben nodig een donker kaartstok van 30 op 15. Een tintje lichter kaartstok op 14,5 14,5. En dat heb je drie keer nodig.
En het lichtste kleurtje 24 op 12. En dan een designpapiertje 14 op 14, 2 maal. Wat heb je ook nodig? Een haartjesmaker natuurlijk. Het is al gelijk wat je hebt hoor. De haartjesmaker of met een schaartje, dat kan ook. En wat je ook nodig hebt is één splitpennetje. Maar een splitpennetje wel met lange beentjes. Mijn splitpennetje, de beentjes zijn 1 centimeter lang. En dat gaat goed. Ze mogen nog langer zijn ook hoor. Maar niet van die korte beentjes. Want dat gaan niet alle wiekjes kunnen dragen van dat molentje. Goed, dus ik ga nu even een momentje bijhouden. Dat je, als je wil meedoen, die een donkerste kaartstok nog kan snijden van 30 op 15 centimeter. Pak dat gerust maar nog een keer in de buurt. Wat dat je van kleurtint wil gebruiken. En snijd er maar een stuk af van 30 op 15. Ik zou aanraden om heel licht papier te gebruiken. Ik heb hier papier eigenlijk ja, van heel vroeger. Heel licht papier, onder 20 gram. Een keer een blok, dat alle kleurtjes in zitten. Iedereen heeft dat wel een keer. En zijn prutsmandje, een beetje minder goede stevige kaartstok. Maar het is dat dat we nu nodig hebben. Dus voor de kaartstok, een 120 gram is meer dan genoeg. En voor het designpapier heb ik ook een licht papiertje genomen. Het is maar een vergelijking hoor. Omdat ik zeg, ja, ik kan hier nu niet direct zeggen hoeveel dat het designpapier weegt. Want het staat er niet op. Maar ik heb hier van Noor en zo, van Bellalulu, heb ik zo designpapier genomen. Dus deze dikte van designpapier is wel ideaal om deze creatie te maken. Is het nog wat minder van gewicht, is het nog beter. Maar zeker niet dikker dan dat papier. Want ik had het ook wel geprobeerd met papier van de Action van in de Bloks. Dat zijn ook wel hele mooie blok. Ik ga daar niet van afdoen. Maar voor ons creatie vandaag is dat papier veel te hard. Veel te dik ook. Dus dat is die getoetslagen. Het feit dat je dun kaartstok neemt en dunner designpapier. Het is niet van de gewoonte dat we moeten promoten voor dun en iets wat minder sterk papier. We moeten altijd het sterkste van het sterkste hebben. Maar nu is een keer de omgekeerde richting. Want zoals je ziet, we moeten dat allemaal geplooid krijgen. Nee? Dat moet allemaal mooi te plooien zijn. Wat ik, terwijl dat ik aan het wrijven ben op dat papier, denk ik er ook aan, als je lijm gaat aandoen, doe niet te veel lijm aan. Misschien juist op de topjes en laat daar plaats tussen. Zodanig als je dat op elkaar plakt, dat dat niet muur vast zit. Als je hier en daar maar een beetje lijm legt, dan kan je dat beter vormen. Als je dat muur vastlegt, dat blaast dan weer. Of dan staat dan maar kreukeltjes hier of daar. Dus gebruik zeker niet veel lijm. Het is een heel goedkope uitzending hoor vandaag. Niet veel papier. Niet te veel lijm aan doen. Voilà, dus denk al wel. Intussen de mensen die er zijn, de 3 mensen of 5 mensen, hartelijk welkom. Leuk dat je de moed nog had om te wachten. Dat is leuk dat je er nog bent. Dus denk al intussen dat je, madame in tetteren, een papiertje gesneden hebt van 30 op 15. En je mag dat rillen op 15 centimeter. Dus juist in de helft eigenlijk. Dat heb ik hier al gedaan, want dat is er daar nu geen moeite aan. He. Je mag dat gerust al een keer dubbel plooien. Dat is ons start. Voilà, dus je legt dan dat kaartje open, maar juist die vouw dat je gemaakt hebt. En dan hebben we onze potlood nodig en ons latje. En dan gaan we diagonaal lijnen trekken. Welkom wie er nog bij komt. We zijn wat te laat helaas, maar ik ben blij dat je er nog bent of nog een keer langskomt. De video is altijd nog na te bekijken op YouTube. Die gaat een eentje in de groep nog staan, maar gaat op YouTube ook. Maar ik ben toch wel blij dat ik er ben. Want eigenlijk als we nog een keer kunnen babbelen, is het wel nog een keer leuk.
Dat is, we leggen onze lat van aan de lijn dat we gemaakt hebben tot aan het puntje van onder. En daar mag je lichtjes een lijntje zetten. Dat is helemaal één diagonale lijn. Langs de andere kant gaan we dat ook doen. Je legt je lat op de rillijn en de lat aan de andere kant op het puntje. Werk wel een beetje nauwkeurig, want anders gaat het niet mooi uitkomen. En dat is iets, de windmolen die met de wiek aan de andere kant staat, is geen windmolen niet meer. Hè? Dus een klein beetje precies werken als kan. Dus je hebt nu het diagonaal. En nu gaan we onze lat leggen op 3 centimeter op het middenpuntje. Dus je legt je lat 3 centimeter op het middenpuntje van dat kruis. En dan zet je op de linkse kant een stipje op 0 en een stipje op 6. Goed, versta je dat? Eigenlijk is iedereen mee. Mocht het zijn dat je het niet begrijpt, laat het weten. Hè? Dus je legt je lat 3 centimeter op het middenpuntje van je kaart. En dan teken je af op 0 en op 6. Dat gaan we ook doen aan de andere kant. We gaan ons 3 centimeter leggen op het middenpunt van je diagonale lijnen dat je getekend hebt. Zie, nummer 3 ligt hier op het middenpunt. En dan zetten we ook een stipje op 0 en een stipje op 6. Vinden nu die uitleg te moeilijk, dan reken je 4 keer van 0 tot 3. Hé. 0 tot 3, 0 tot 3, 0 tot 3. Maar ik toon een beetje een manier hoe dat gemakkelijker is. Maar de bedoeling is dat er iedere keer op 3 centimeter vanaf dat middenpuntje een stipje staat. Zie, dus hebben we 4 stipjes. En nu gaan we die stipjes insnijden. Oei, ik ga hier nu al mijn grief afbreken. Dus we leggen onze lat op de 0 en we snijden tot de onderkant in de hoek. We draaien rond. Het volgende weer vanop het puntje dat je gemaakt hebt. Weer mooi tot in het hoekje. We draaien rond. Weer vanaf het puntje. Weer tot aan de rillijn. Trekken weer een lijn. En voor de laatste keer gaan we nog een keer draaien. En weer vanaf het puntje. Weer tot aan het einde. En terwijl dat we hier nu zijn, ligt die rillijn hier al klaar. En dan gaan we ook een puntje zetten. Ook op 3 centimeter. Van boven naar beneden. Zet je een puntje op 3 centimeter. En nu mag je dat ook insnijden. Vanaf die 3 centimeter naar beneden. En wat hebben we nu eigenlijk gemaakt? Allemaal flarden. Kijk. We hebben eigenlijk allemaal stuk gemaakt. Het hangt eigenlijk allemaal niet meer aan één. Maar we hebben ons geamuseerd, hé. Ziet, alles is nu van hier. Die 3 centimeter hangt hier aan vast. Dat is omdat dat molentje aan uw kaart zou blijven hangen. Ziet, die 3 centimeter van boven. Zo hangt uw molentje nog aan uw kaart. Wil je het molentje los, dan knip je het helemaal door. He. Maar dat is nu niet de bedoeling. Dus aan die 3 centimeter hangt ons kaartje vast. En hier gaan we ons molentje opmaken. Dat mag nu even aan de kant. En nu nemen we onze matlaag. Ik heb er een matlaag onder gedaan. Het moet niet, maar ik vind toch wel, moet nog een beetje plezier hebben naar wat we maken. He.
Dus hier heb ik nog een matlaag onder gelegd. Weer in het blauw. Die matlaag mocht je knippen 3 keer 14,5 op 14,5. En eentje daarvan is voor de binnenkant. Dus eentje gaan we straks hier plakken. Dus dat heb je nu even niet nodig. Mocht het zijn dat de mensen nog wel meewerken, 3 stukjes van 14,5 op 14,5. En er is eentje voor de binnenkant. En 2 heb je er nu nodig om verder te kunnen werken. Dus 14,5 op 14,5. Dat is wat we hier nu hebben. Maar nu gaan we die matlaag eerst maken. Wat gaan we daarvoor doen? We gaan dat in diagonalen snijden. Want die punten zijn driehoeken. We hebben dat juist gezien op ons kaartje. Ziet, we moeten driehoeken bekomen. Dus hoe bekomen we een driehoek? Van een vierkant 2 keer diagonaal te snijden. Dan hebben we driehoeken. Ik heb hier al een beetje voorgewerkt, omdat het anders te lang zou duren. Maar ik heb nog eentje gehouden om uitleg te geven. Dus hoe gaan we dat nu doen? Om mooi diagonaal te kunnen snijden. De mensen die over zo'n plaat of zo'n andere magneetmat beschikken, gebruik ze zeker. Want het is licht papier. En dat is wel een beetje aanpassen dat je een beetje voorzichtig moet zijn. Want we zijn gewend van met stevig kaartstok te werken. En dat kan tegen een duwke. Maar zo'n licht papiertje niet, hé. Dus wat gaan we doen om dat nu ook diagonaal te snijden? Juist gelijk dat we gedaan hebben van ons molentje daar straks. We gaan diagonaal insnijden. Van linksboven naar rechtsonder. Je ziet, en als je het vastlegt met magneten, of wie dat niet heeft, neem een beetje plakband van dat paars. Maar doe het dan ook op een klein hoekje, hé. Want het is een beetje teer papiertje, dat je het dan niet papier van aftrekt. Dus, wat doen we met 14,5? We gaan dat eerst dan vooral in 2 doen. Maar, die zijn nu nog te groot, hé, voor ons kaartje. Het moet nu nog een keer in 2. Dus wat doe je? Je legt gewoon die 2 driehoeken op elkaar. Mooi op elkaar. Je mag dat ook apart doen hoor. Maar aangezien dat zo licht papiertje is, vind ik het wel handig als je het eigenlijk op elkaar legt. En snij je op een snijmat of op een magneetmat, dan kan je die nu ook heel goed gebruiken. Namelijk, ik leg de top op een lijn en ook de middenlijn. Oei, ik hang al vast. En een middenlijn op die grote dikke lijn. Zo zit je gemakkelijk. Je hebt enkel maar door te snijden. Je kan dan nu ook meten. En de midden een puntje zetten. En dan zo doorknippen. Maar er zijn nu al gemakkelijker manieren. We hebben ons blad of gewoon een snijmat. Dat kan ook. Je legt de punt op een dikke lijn. En je legt die middenlijn op een lijn. En zo kun je direct van boven naar onder snijden. Ziet, dat is een stuk gemakkelijker dan steeds te moeten meten. Hè? Ze maken het ons wel een beetje gemakkelijk tegenwoordig. En dan snijden door die 2. Het is licht papier, dus moet er niet mee inzetten. Hè? Rustig naar beneden. Dat mooi recht is. En dat mag je doen bij die 2 kaartjes. Dus moet je 4 en nog een keer 4, 8 driehoekjes hebben. Ik ga de magneetjes weer weg doen. Als er nog vragen zijn, roept gerust. He. Hartelijk welkom wie dat er nog is. Dat is leuk. De laatste insnijding. Ja, Jessie, dat ga ik nog een keer doen. Dus dat blad was 14 op 14. Ik ga nu een keer de puzzeltjes weer te samenleggen. Nee, het was groter. Hoe was dat nu? Allee. Zo. Zeker?
De laatste insnijding. Wacht, Jessie, ik ga een keer kijken. Dus eerst dan die grote gesneden. Ik ga een keer toon nog een kleiner, Jessie. Dat is juist zelfs heel groot dat u. Dus de punt van uw driehoekjes leg je op de punt van een lijn. Een lange lijn naar beneden. Zie, leg je een punt daarop. En de lijn waar je gaat snijden, dat juist door midden gesneden, leg je op een lange lijn. En zo heb je perfect om in het midden door te snijden. Omdat je die lijnen al hebt. Mocht je het zoeken of dat lijnsysteem te moeilijk vinden, dan pak je de helft van hun driehoek. En je zet daar een puntje. En dan snijd je dat zo door. Van één blaadje krijg je 4 driehoekjes. Laat ik je weten als het lukt, hè, Jessie. Als er nog andere mensen zijn die vragen hebben, roep het maar, hè. Dus uit één vierkant van 14,5 van 14,5 snijd je dat 2 keer door. Ik ga nog kijken wat... Ah, gelukt van Jessie. Als er andere mensen zijn die problemen hebben met iets, roep het, hè. Dat is juist het leuke aan de live, hè. Terwijl dan we nu dat systeem in ons hoofd hebben... Je kunt dat eigenlijk ook met je railbord eigenlijk. Hé. Dat is ook een beetje hetzelfde systeem. Hé. Dan leg je ook je lange vouw tegen iets dat mooi recht is. En je punt leg je in de midden. Ziet? En dan kun je het ook doorsnijden. Dat kan ook. Hé. Maar je moet er dan alweer je railbord bij pakken. Dat is te gemak als je zoiets hebt dat je de centimeters erbij hebt. Oftewel, een gewone snijmat is ook goed. Je hebt daar ook die lijntjes op. Hé. Terwijl dat dan nu in ons hoofd zit hoe dat we dat moeten doen van dat diagonaal snijden, gaan we nu ook het designpapier diagonaal snijden. Want dat is juist hetzelfde. Je hebt ook 2 keer 14 op 14 gesneden in designpapier. De mensen die in onze groep zijn, deze mensen hebben een boodschappenlijstje gehad. En eigenlijk was het thema al een klein beetje verklapt. He. Ik had eigenlijk al gezegd dat je moest in diezelfde kleurtinten blijven. Maar ja, het is zo moeilijk, een boodschappenlijst, en dat je niets kunt zeggen. He. Dus de mensen hebben dan een beetje geluk, velen dat toch al klaar ligt. He. Maar voor de andere mensen, ik wacht wel nog een beetje... We tetteren intussen nog een beetje. Dus 14 op 14 heb je 2 keer gesneden. Als dat goed is. He. En ook dat gaan we snijden in zo'n driehoeken. Dus dat is al van één designpapiertje. Dat je er weer 4 hebt. Dus ik ga dat nu ook nog een keer tonen. Je legt je designpapiertje op je mat. Zet je magneetjes op. Je neemt je latje van linksboven, mooi en toekske, rechtsonder. Dan mag je nu direct snijden. Welkom wie dat er nog bijgekomen is. Voilà, dus we hebben dat nu 1 keer dwars gesneden. Dat is wat je nu bekomt. Wat gaan we nu doen, omdat dat gemakkelijk papier is, op elkaar leggen. Versta je het niet, doe het like dat ik dat juist gezegd heb. He. Kijk, je pakt u een driehoek, je legt dat hier op die lange lijn, op die gekleurde lijn. Je zoekt uw puntje en je snijdt het met de machine door. He. Ziet, dat is ook een eenvoudige manier. Maar je moet dan uw railbord erbij pakken. Maar als we hier werken, toon ik het ook wel graag een keer dat we meer gebruik moeten maken van ons streepjes dan ze ons geven. Dus ik leg die 2 stukken op elkaar, dat ik 2 dezelfde driehoeken heb. Die lange kant leg ik weer op een dikke lijn, dat ik weet dat dat recht is. En de top leg ik precies op weer een dikke lijn. En dat zet ik wel wat vast. Want het is licht papier dat niet wegloopt. He. Dan leg je je lat gewoon op de dikke lijn.
plaats. Snijd het gewoon door. Dat komt nu nog een keer terug, Jessie. Dat is juist hetzelfde als dat we dat straks gedaan hebben. Vandaar dat we dat in één keer doen. Dat we dat dan niet meer vergeten. Voilà. En dat is dan... Oei, ik heb niet genoeg doorgesneden. Voilà. Ik ga nog een keer een duwtje geven. Het is een nieuw mesje dat ik opgestoken heb en ik durf dan niet zoveel duwen. Voilà, dus hebben we weer vier stukjes. Vier driehoeken van één vierkant. Dat mag dus met dat ander ook. Hé. Ik heb dat al een beetje voorgewerkt om een beetje tijd te kunnen sparen. Hé. Wat gaan we nu doen? We gaan dat aan elkaar lijmen. We lijmen de designpapiertjes op het matlaagje. Wat dat je kan doen. Soms zeggen de mensen, voor mij is dat niet erg. Voor andere mensen misschien wel. Ik vond het ook niet erg, maar ja. Je kunt de binnenkant druk maken met drukpapier. En de bovenkant met wat lichter papier. Daarin kan je nu kiezen. Wil ik een druk en een licht? Of maakt mij dan niet uit wat dat op elkaar komt? Voor mijzelf vind ik het ook niet storend als er druk en licht van onder nog van boven zit. Daar heb ik mij ook geen zorgen in gemaakt. Ik heb het gewoon geplakt en dat daarop geplakt. Maar er zijn mensen die hun er zouden storen en wel of niet drukken of minder drukken kant. Dus we gaan nu die stukjes allemaal, maar niet veel lijm, opplakken. En niet veel lijm opplakken. Mocht je dan nu wel een distressen, of met een eentje of een hesso, dat kan allemaal, he. Je kunt daar allemaal aan werken. Ik heb dan nu een beetje basic gehouden, ook wel een beetje de tijd, want dat moeten we niet leren, he. Krabben kunnen we genoeg en inkten kunnen we ook, he. Dus alle designpapiertjes mogen nu op de matlaag geplakt worden. Maar niet veel lijm. Zodanig dat we dat straks goed kunnen hanteren. Het kaartje gaat ook niet op 1, 2, 3 zijn juiste vorm hebben. Nee, dat heeft een beetje tijd nodig. Als je die wiekjes gemaakt hebt, steek er dan een spaaltje op. Of een paperclip op. Dat heb ik ook gedaan. Want in het begin gaat dat niet zo plat staan he, van iedereen. Dan doe ik op de toppen een grote paperclip op. En je laat dat zo'n dag liggen. En tegen de dag erna, kijk, als je dat alle vier vastplakt, dan blijft dat tegen de dag erna al mooi gevormd. Maar de moment dat je dat nu gaat maken, gaat dat niet direct zo perfect gekruld staan. He. Dat is een beetje normaal, hè. Als je het vers gemaakt hebt, dat het niet zo direct zijn goede vorm neemt. Hé. Dat is een beetje van alles zo. Voilà. Ik plak er ook aan. Geniet ervan, Willy, van het bezoek. Je kan gerust terugkijken. Bedankt dat je er was, hoor. Dat is het tweede. Oela, er hangt eentje schuin. Er is niet veel lijm aan, maar als het dan verlegt, moet het nog een beetje proper blijven, hè? Ik ga er een beetje opnieuw lijm aan doen. Kan iedereen zo wat mee voor te werken? Het is eigenlijk wel iets leuks. Het is niet moeilijk, het is gewoon de vierkanten en diagonalen snijden en je bekomt de driehoekjes. Maar dan is het leuk om het eigenlijk het molentje te maken. Vandaar dat ik zei dat het toch wel een beetje nauwkeurig moest zijn, dat het een beetje mooi uitkomt, hè. Moest het nu een keer
een driehoekje zijn die niet zo, zo perfect is op een matlaag. Je gaat dat nu ook wel niet zo zien hoor. Maar ik wil maar zeggen, het moet toch wel een klein beetje precies zijn. Kijk, ik heb nu al die deeltjes op elkaar geplakt. En terwijl we aan het plakken zijn, gaan we die deeltjes opplakken. Dus er is een deeltje, zoals ik al zei. Je kiest voor druk of niet druk van boven of van onder. Maar ik heb er totaal niet bij stilgestaan en heb gewoon op één pagina hetzelfde geplakt. Dus op ene kant plak je de driehoek op je kaart. En je ziet al de mooie kleurverschillen komen. Wat dat ook nog niet mogen vergeten, is een beetje uitgommen wat dat we van lijntjes gemaakt hebben. Er blijft niet veel over van lijntjes, maar het is toch best dat we het nu nog uitvegen. Want straks zouden we misschien niet zo goed niet meer aan kunnen. En dan een keer met de grote borstel al de kruimeltjes weg. En we kunnen weer gaan plakken. En we moeten heel voorzichtig zijn, want het is een beetje dun papier. Maar het werkt perfect, hè? En we plakken verder. Maar niet veel lijm, hè? Het nodige dat eraan plakt, maar anders niet veel lijm. Altijd met de topjes. Top naar binnen en de grote zijde aan de buitenkant. Mooi en midden. En we draaien weer rond. Voilà. Niet dan een beetje komen, nee. En dan een keer ronddraaien. Want dat is eigenlijk niet moeilijk, hè. Je zou het niet denken. Als je dat ziet, denk je, oei. Hoe begin je daaraan? Maar uiteindelijk is het wel heel gemakkelijk. Voilà, dus de vier van hetzelfde kaartstok heb ik op ene kant geplakt. Ik heb voor de rustige kant gekozen op die kant. En dan draai je het geheel om. En dan gaan we hetzelfde doen met die andere vier stukjes. Papier, weer juist hetzelfde. De driehoekjes, weer, maar niet veel lijm. Op de achterkant plakken. En draait u weer rond voor het volgende. Klein beetje lijm. En we plakken het weer op. Goed kijken waar de rillijn zit of de snijlijn. Ik heb donkerblauw en dat is soms wel een beetje moeilijk te zien. Voilà. Lukt het bij iedereen om mee te werken of dat je het verstaat hoe dat je het misschien vanmiddag of volgende week gaat maken? Anders is het de moment, hè? Ja, Marianne, het is toch nog gelukt om live te gaan. Het was serieus overbergen deze keer. De Facebook is veranderd. En ik wist dat dus niet dat de lives veranderd waren. Maar het is nu via een andere weg dat we live moeten gaan. Voilà, dat duurt me dan een keer allemaal goed aan dat alles goed plakt. Mocht het zijn met krullen dat er iets loskomt. Of dat er iets geen lijm gehad heeft. Steek dat dan nog een keer uw lijmflesje daartussen. Hé. Want dat kun je nu niet weten waar dat eventueel zou loslaten. Hé. Dus je duwt dat eigenlijk een keer goed aan. Dat alles zowel boven of onder heel goed vasthangt. En terwijl dat we bezig zijn, je ziet hier, ons stuk ligt nog los. We gaan van eerste keer dat designpapier daar ook op plakken. Terwijl dat ons kaartje nu open is. Dus goed zien dat al de goede kant is. Hé? Maar dat het kaartje open gesneden is.
daar leggen we ons matlaagje erop. Dan zijn we daar ook al vanaf, he, van dat stukje. Voilà, dus dat is nu de binnenkant uit die. En als je toedoet, gaan we hier de molen opmaken. Is iedereen een beetje mee? Of wie dan nadien gaat kijken? Ja, maak het maar nadien. Het is misschien wel een keer leuk dat je eerst een keer kijkt. Al welke richting dat moet, Jessie. En intussen... Ja, we zitten met twee Jessies. He. Ah, Sabine is er ook ziek. He. Heel leuk. We hadden dan ook nog een stukje van 24 op 12 op de boodschappenlijst. Dat mag geruild worden op 12. Juist in de midden eigenlijk. En dat is het stukje dat we aan de binnenkant hebben. We hebben juist ons matlaag geplakt. Dus nu gaan we het volledig afwerken. Zie, dat is dat stuk. Die 24 op 12. En geruild op 12. En dan doe je dan langs boven open. Wie dat het gedichtje wilt, het gedichtje ga ik in de groep zetten. Want dat gedichtje is ook gevonden op Pinterest. Dus ik ga het gedichtje in de groep zetten. Wie het wilt, mag het gerust overnemen. Dus dat is uw stukje met de vouw naar boven. Dat we hier in de midden gaan plakken. Voilà. Hier mag er wel een beetje rondom rond lijm. Dus met de vouw naar boven plakken we nu dat stuk in ons kaartje. Dan is dat al afgewerkt. Mocht je nu zeggen, ik ben daar niet aan, ik wil dat niet. Wel, dan laat het eraf, hé. Dat is geen probleem, hé. En dan maak je nu... Hierboven uw gedichtje en zet je hier iets met malletjes of maak je daar nog een cadeau, een envelopje in en je steekt er nog een centje in voor cadeau. Dat kan allemaal, hé. Dus je kunt daar vrij nu mee doen, dat geweldig. Wat blijft er nu nog alleen over? Ons molentje maken. Dus we gaan een keer Hans ons kaartje draaien. En we gaan nu in iedere hoek. Ik ga hier wel een matje onder leggen, omdat ik vind dat ik gemakkelijker kan werken op een matje, omdat dat wel wat doordrukt dan op de glasplaat. Het gaat door op de glasplaat, maar ik vind dat glijdt meer weg en ik heb er niet zoveel controle over. Dus, die op een snijmat werkt, zit goed. Wie op de glasplaat werkt, pakt er toch maar een keer of een beetje papier onder of een matje, want dat is wel steviger. Nu gaan we in iedere linkerhoek van een flap, van één zo'n flap, gaan we een gaatje maken. En het gaatje maken eigenlijk juist in de hoek van het designpapier. Hier. Ziet niet hinten, want dat is te flauw hier. Dus dat mooi stevig alle papiertjes meegeeft. Dus je zet je gaatjesmaker erop. Duwt goed door alle laagjes. Nog niet goed door. Het is allemaal licht papier, maar uiteindelijk komt het toch wel stevig. Kijk. En dan heb je een gaatje. Het is een beetje fragiel. Kijk, een gaatje op de linkse kant in het hoekje door alle papiertjes. Nu gaan we ons kaartje weer draaien. En dan gaan we weer bovenaan links. Weer door de drie papiertjes een gaatje maken. En goed doorduwen. Het is wel niet zo hard hoor, maar ik heb niet zoveel macht. Voilà. Dus weer een gaatje. We gaan weer draaien. We gaan weer links boven. Door de drie laagjes een gaatje maken. Dwars erdoor. En dan nog één keer. Kaartje draaien. Weer links van boven. Door de drie papiertjes. Maken we een gaatje.
We hebben het eigenlijk allemaal aan flarden geschreven, niet eigenlijk. Hé? Moet ik je zien. Het hangt allemaal in vodden. Dus zover zijn we nu al. Dat is nu alleen nog het molentje maken. En daarvoor moeten we onze splitpan in de buurt hebben. Want eerst gaan we nu die toppen pakken. En die toppen gaan we een beetje masseren eigenlijk. Zodanig dat die toppen een beetje een vorming krijgen. Ziet? Dat is al een beetje mee wel. Ziet? Dan mag ik je goed een beetje de frustraties van deze week op afwerken. Pak maar die flap goed vast. En draai dat maar goed naar beneden. Dat dat goed gemasseerd is. Dat dat goed kan draaien straks. Ziet? Je moet niet benauwd zijn. Dus houd het vast en je pakt die in een hoek. Vandaar dat je niet te veel lijm mag opdoen. Want anders plooit dat niet zo goed. Alles hangt muur vast en je kunt er geen weg niet meer mee. Voilà, kijk. Dat mag gerust heel mooi omhoog staan. En ons laatste stukje ook. Goed naar boven masseren. En nijp er manneke goed in. Dat goed mee wilt. Maar hoe beter dat dat gevormd is, hoe gemakkelijker dat het in ons splitpannetje kan. Ziet, nu hangt dat met alle hoekjes goed gevormd. En nu gaan we onze splitpan pakken. Vandaar dat de splitpan van mij is 1 cm lang. Ze mag nog langer zijn, maar zeker niet veel korter, want dan ga je er niet geraken. Want we moeten nu al die flappen bij elkaar brengen en dat zijn veel stukjes papier. Dus we beginnen al met ons splitpen in één van die lusjes te steken. We gaan dan naar de volgende en we pakken die ook mee. Als er een hoekje of iets loskomt, moet dat niet mee inzetten. Nee? We nemen dat weer een beetje op een andere plaats, want we moeten een beetje draaien. En we pakken weer ons volgende gaatje. En steken dat weer in die splitpan. Ziet? Weer in die splitpan. Beentjes moeten mooi tezamen blijven. En in de haartjes. Het is een beetje friemelen, nee, wat dat haartje zit. Blijkbaar heb ik een haartje. Ah, toch. Het is er toch door. Voilà. En nu het laatste nog. Weer aan dat gaatje, pak je dat vast en je steekt het langsonder in die splitpan aan die beentjes. En nu duw je dat geheel goed vast en doe je die beentjes open. Ik kan dat nu wel niet tonen op de camera, he, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. He. Ik ga het een beetje tonen. Kijk. Dus wat doe je eigenlijk? Je steekt je splitpan tussen al de stukjes. En als je langs het einde komt, duw je heel goed aan. En dan doe je die beentjes zo open. En dan blijft Hans dat geheel mooi zitten. Dat is van het splitpannetje die vastzit. Kijk, en dan komt er zo uit. Vandaar ik zei, panikeer niet als het nog niet is zoals mijn voorbeeld. Want mijn heeft dan een beetje met speldjes gezien. Dus nu moet men eigenlijk gewoon, like dat de kapper doet, hé, een beetje bijwerken. Hé. Dus je zorgt een beetje dat het molentje geleidelijk aan naar beneden komt. Niet te brusk zijn, hé, anders heb je de plooien en dat is ook niet de bedoeling. Geleidelijk aan een beetje meer naar beneden duwen. En dan komt dat plat. Het is een kaartje dat we veel mogen draaien en keren. Hé. En als je vindt van, die middenkant is al goed, dus dat stuk is al goed voor mij, dan moet je niet meer blijven draaien. Dan steek je op alle vier de kantjes een paperclip of een waspeld, dat kan ook. Dat doet ook goed, oftewel zo'n nijperke. Je hebt dat ook wel in huis, verzekerd. Zo'n nijperke. Ziet, je steekt iets op die toppen. Waardoor, en dat gaat een beetje vervormd zijn hoor, langsonder. Dat kaartje gaat hem ook een beetje verzetten. Nee, maar dat is niet erg. Laat dat maar zo, want tegen morgen is dat al in orde. Dat andere kaartje heeft zich ook mee. Dus ze zet dat allemaal goed vast.
met een paperclip, of een klemmek of een waspeld, maakt niet uit. En je laat dat nu een beetje liggen en als je een keer passeert, dan duw je dan een keer lichtjes op. Heel lichtjes, hé, anders. Je moet er geen 10 boeken op leggen, nee, of het is plat. Ziet dat nog toch mooi zijn vorming houdt, die dat niet plat is. En dat is het resultaat als het een beetje gerust is. Ziet, nu is dat nog heel bol, maar met een beetje bekomen en een beetje bijplooien nu en dan als ik passeer dan uw kaartje, komt het plat. Ziet? Ik vond het toch wel een leuk modelletje. Dus het waaiertje. Je kan ook hier eventueel nog boodschappen opschrijven of stempeltjes opzetten. Dat kan ook nog allemaal. Je kan in de midden nog maar de bloemetje werken of een bloementoef. Of maak je eventueel in gele tinten voor Pasen. Kunt u eventueel nog een paaseitje insteken in de midden. Dus een nestje maken met een paaseitje. Kan allemaal. Je kan ook pareltjes er nog op doen. Van die plakpareltjes of zelf pareltjes maken. Het is een molentje, maar je kan eigenlijk veel verschillende soorten molentjes maken. Hé? Naar je eigen wens. Dan doe je je molentje open. Hier zie je dat het splitpennetje zich vastgezet heeft. Dus alles zit vast. Zijn er nu deeltjes die los zijn, steek er een keer een beetje je lijmtubeken onder en plakt het nog een keer weer vast. Hé? Maar voor dat papier is dat eigenlijk wel een handse omwenteling om eigenlijk buiten zijn natuurlijke stand te staan. En dat zijn ook veel lagen op elkaar. Dus het heeft wel een beetje tijd nodig om gevormd te zijn. Dan het gedichtje komt in de groep. En de binnenkant werk je ook af wat je wilt. En ook met het geheel plak je het op een doosje of op een dubbel kaartje nog. Dat kan ook allemaal. Je kan ook het molentje apart maken. Dan moet het niet aan deze kaart zijn, dan mag dat hier helemaal af. Dan kun je ook je molentje op een stokje zetten. Voor een feestje of een kinderfeestje kan ook. Alles kan eigenlijk van mogelijkheid met de start van dit kaartje van het molentje. Dus als het gemaakt is, geef het regelmatig een keer een duwke. Zodanig dan deze kantjes mooi plat komen. En het komt zo met een beetje tijd. Goed? Ik hoop dat je het leuk vond. Echt mijn excuses dat het zo laat was. Maar ben toch wel blij dat we toch nog live gekund hebben. Ik hoop dat je het leuk vindt. Bedankt dat iedereen gekomen is. Ook een heel hartelijke dankjewel voor de supervele kaartjes die meedoen aan de challenge. Het is heel, heel leuk om het al te zien passeren. Prachtig, prachtig dat jullie zo goed meewerken. Hartelijk dank allemaal en maak er nog een fijne zondag van. Tot de volgende keer. Doei!